Het ontwikkelingsplan dat wordt behandeld in het parlement zal worden gefinancierd met leningen en particuliere investeringen. Dit zei vicepresident Ashwin Adeen maandag in het parlement. Tot en met 2010 is het ontwikkelingsplan steeds met ontwikkelingsmiddelen gefinancierd. Dit kan niet meer. Er zijn nog schenkingsmiddelen beschikbaar, maar deze kunnen alleen op basis van internationale voorwaarden verkregen worden. Het OP zal gefinancierd moeten worden middels een mix van de verschillende financieringsbronnen die geïdentificeerd zijn. Ik verwijs u naar de strategische matrix die in OP gepresenteerd is. Echter, gezien de uitdagingen die er zijn op het stuk van de overheidsinkomsten en onze ontwikkelingsstrategie zullen leningen en particuliere investeringen en de zogenoemde PPP, public-private investeringen of partnerschappen, het zwaartepunt vormen in onze strategie voor financiering van dit OP. Ook voor wat betreft dit startjaar van dit OP is het financieringsplaatje nog in hoge mate afhankelijk van de uitwerking die voor 2017 is gemaakt. Volgens de VP is dit financieringsmodel het meest realistische in deze periode. Naar zijn mening zijn leningen onmisbaar in ontwikkelingsstrategieën. Het vraagstuk van de rol van leningen bij het financieren van onze ontwikkeling. Net als bij het bedrijfsleven zijn leningen onmisbaar in een nationale ontwikkelingsstrategie. Een probleem voor alle Caribische landen, dus ook Suriname, is specifiek genoemd, is dat ons hoog BBP per capita ons vaak uitsluit voor goedkope zogenoemde concessionele leningen van de internationale ontwikkelingsbanken. Daarnaast is een andere uitdaging het beschermen van onze economie tegen een te hoge schuldenlast. Het leningsplafond dat in Suriname in een wet verankerd is, legt dwingend de overheid beperkingen op. De alternatieve financieringsopties voor leningen zijn er maar de mechanismen en de wetgeving die nodig zijn om deze opties te benutten, ontbreken of zijn zwak ontwikkeld. Vicepresident Ashwin Adeen, hij sprak in DNA over de financiering van het ontwikkelingsplan. De oppositie heeft felle kritiek geleverd op het financieringsmodel van dit plan. Zij vindt dat de regering niet kan bewijzen dat de leningen zullen worden besteed in de productiesector.